auto nog geen opsturen, vriend. Moment. Circus, wat? Perpernoa, circus. Schade, schade, gine schade. Gine schade, tomobin. Dag ze. Azul, leef me, salam alaikum. Akkom, het vinden we dan niet. Mijn midden, het vinden we niet. Nana, ze zit ik aan Gersna. Nana, ze gaan aan Gersna. Akshim Garabien. Partij ze heeft me. Jim Rassen. Sbdnana, Udan Gisbdnam Garabi. Akshisbdan Rom Garabi. De Russen Tomobin. En nou, Karaum Gersna. Tatatatat, zaten Shin Rassen daar. ساعات رخو قناش طومو بيني نخزا من داس خدمن جنت ثا جنت تازم إشات خاسون زار خزا من دا يوقع بارتاجات او ماكسيموم سبدنا نغدا ثوق ذا ثوق عن ذا نغ الحقرة القيامة ثكا قاقا ومرسناح القيامة ثكا هاقا طومو بين جينا إشخادة نكمر الوقفة تبعنا نغد ذا نيتا قاناش قاقا شرسناح قاغان غفابنس ماين اوتو كش جينا شخاد هذا از من نايت طوموبيل ازون واوفين بور سناح نشي مقار وضم غرابي ضن غي طفن ضم غرابي توارم مش مانايا ذيس علامات الاستفهام مانايا وز ماذا السقاق اقو ما يثما كتازي ساعة نشي مغاس ندا اقش عايزي محمد اقش طفن عايزي محمد عايزي محمد قان غلايف دي تيك توك لايف واه حقانا انا سبيتا تحضر سبيتا آه وي وي من سبيتا عايز محمد اتصل امبيلونس اه وي وي لامبيلونس يا اكسبريك نيدلاندز يا قوم يا يثما عايز محمد زامين داس كين كفاسن زامين شاس كين كفاسن ذانيتا حقانا انا ناناشقا يا هالو يا اسمه الريخ Maar als we dat online zien, dan is het strafbaar. Is mijn recht toch? Ja, ja. Ja, je mag niet van de openbare weg. Je mag niet op de stoep gaan staan. Op de stoep? Ja, je mag niet op de stoep gaan staan. Nee, 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 nee. Kom maar even mee. Dat is hier ambulance. Dan is het gewoon rissenaar. 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 وا هو ذا نغي تفنا مغربي تفن غا مغربي ها ذي مغربيين حقانا نغي يثما شنو نكي راسو فوس راسو ذا ذا مغربي واه اقاسب دنانا ناناش اسيدي قاغاوم رسناح واه ناناش قاغاوم رسناح يا Nee, niks is. Nee, is mijn recht. Hij is Mohammed. Ik zeg, als spita, ik tref hem. Hij is Mohammed. Man, spita gaat. Het is l'ambulance, l'ambulance. Telefoon niet? Nee, nee. Nee, niks rust. En ik wil, als ik me ga geen mooi, dan wordt die plaat niet. La France, ja, Abu Ghado. Abu Ghado. Er gaan mechkama. Ministre des Affaires étrangères. واه زامين داس كيني عايز محمد جا مي با بوجي مون دوار راجا زامين داس خدمني عايز محمد راسل وني كنينا وني ذاك من قران اختي تاويم واه يا ويما مني واه اقش عايز محمد يا ويما انا نشقى غنغر سناح انا نشقى غنغر سناح اقش ني دار غير تفنينا غير مغربيين Ja. We mogen nu vertrekken. Okay. Ik heb schade in de auto. Hey. Ik heb schade, ik heb schade. Ik heb schade, kom eens, loop, loop. Hey, maar pas een beetje op te zijn op de weg. Dat is schade, je hebt de hele tijd auto opengelaten. Dat zijn natte vlekken. Ja. Omdat mijn deur de hele tijd open... Nee, het hoort er niet. Meneer, kijk, meneer probeert te kalmeren. We hebben ons onderzoek gedaan. Ja. En het is gebleken dat u nu mag vertrekken, oké? Okay? U mag nu vertrekken. Ja. Het enigste wat het probleem nu was, is effectief dat we daar een mes hebben gevonden. Ja. Voor de rest hebben jullie niks gedaan. Niks we hebben niks gedaan, niks verkeerd. Maar, dat weten we. Maar wat je niet kan blijven doen, is het kruispunt hier blokkeren. Want dat is jullie hebben dat gedaan, niet ik. Okay. Maar wij proberen nu even... Ik heb daar schade. Meneer, ik weet. Meneer, ik ben een beetje kalm te worden. Hoe heet u eigenlijk? Ja. Wat is uw naam? Karim.
Karim. En jouw naam is? Karim. Jouw naam? Latif. Latif, Lamgarabi. Ja. Lamgarabi. Kijk. Ja, maar dat Lamgarabi. Nee, moet niet van. Saf. Dat is niet oké. Saf is niet oké, is goed. Oké. Saf is goed. Om het vast te leggen, ik voel me niet veilig bij jullie. Mijn leidinggevende heeft gezegd, als u het kruispunt blijft blokkeren, dan wordt u bestuurlijk aangehouden. Ja, maar ik heb daar schade. Ik heb daar schade in mijn auto. Mevrouw. Dat is gewoon een natte plek, dat gaat opdrogen. Ja, maar luister eens naar mij. Zo gaat dat niet, mevrouw. Ze had ook, kijk, toen ik aangehouden was. Luister eens. Ja, maar u moet ook naar mij luisteren. Maar ik voel me hier echt onterecht aangehouden. En de meneer, 77. Ja, meneer, ik moet even wachten. Ja. Ik heb even contact opgenomen. Ik heb dat uitgelegd. Ah, voilà, ik kreeg al telefoon van mijn baas. Even wachten. Ja, ik zei ze, Mohammed. De ambulance, après. Wa. Ik weet niet wat er juist is gebeurd, hè? Ja. Wij waren juist aangevallen. Ja. Ik dat weet rustig. Ik niet, hè? Want als iemand jou aanbelt en ik zie dat, ga ik je ook. Ja, maar wij waren aan het demonstreren. Ben je nu aan het opnemen? Want dat vind ik niet oké. Ja, het is livestream op TikTok. Nee, doet maar. Nee, luister. We kregen een melding binnen. Ja. Personen gezien met een mes. Ja. Wat doet de politie dan? Ja. Dan moeten wij komen. En we hebben dat gecontroleerd. Maar niet op die manier, Latif. Ja. Niet op die manier. Luister. We hebben dat mes gevonden. Ja. En dan ben jij in overtreding. Dat moet je ook kunnen durven toegeven. Ik heb dat mes niet mogen bijhouden. Die manier van aanhouden in mijn auto staat helemaal aan. Dat hoort ook niet, Latif. Laten we met elkaar zijn. Ja, maar dat is omdat jouw raam open staat. En ja, dan regent het binnen. Nee. Die deur was de hele tijd open, Latif. Zoals mijn collega daarnet al heeft gezegd, dat gaat opdrogen. En ik vraag nu aan u, gebruik even uw verstand. Ja. Honderden mensen zeggen, film is allemaal niet nodig. Ja. Wij gaan dat hier niet laten escaleren. Wij willen dat echt niet. Ja. Wij willen dat niet. Ja, wij willen het gewoon heel rustig oplossen, zonder escalatie, want wij zijn tegen escalatie. Wij ook. Ik ook. Ik ben een activist. Een hele vreedzame activist. Dat mag. Ik ben niet tegen... Dat mag. Ik ben dankbaar dat ik in zo'n land leef, Latif. Dat mag. In ons land, Maghreb. Ja? Niet vergelijken, ja, toch, broeder? Maar dat kan, hè? Dat zijn bepaalde dingen. Dus daarom. Hey, vriend. Dus als ik door een Marokkaan aangehouden word, broeder. Maar je wordt niet door mij aangehouden. Ik ben niet een Marokkaan, ik ben een Belg. En gelukkig dat je dat zegt. Ja. We zijn gelukkig. Gelukkig. Jij bent ook een Nederlander. Ja. Ah, voilà. Ik ben geen Marokkaan. Rifaan, we zijn hier nu een Belg. We zijn hier in België. Stop er. Ja, ik film die kant. Dat is niet, Karim. Waarom strafbaar? Ik ga een aanklacht indienen. Ja, maar meneer, stik gewoon even uw gsm. Ja, het is openbare weg. Het is openbare weg. Het is openbare weg, maar je filmt ons en dat blijft strafbaar. Ik ga je nogmaals vragen om gsm te steken. Jij loopt mij te bedreigen. Nee. Jij loopt mij te bedreigen. Dat mag niet, hè? Meneer, als een ambtenaar. Ik ga nu filmen. Ik probeer momenteel niet het recht om te filmen. Waarom niet? Ik stik uw gsm nu weg, omdat ik het u vraag. Maar waarom? Ik ben een journalist. Ik ben een journalist. U bent live aan het gaan op sociale media. Ja, dat is op TikTok. Dat is hetgeen dat je ziet. Wie zag dat? Eerst dat ik u vraag is gewoon, u mag hier blijven staan, maar ik vraag gewoon om ermee te stoppen. Dat is niet wat voor op TikTok. Dat is hetgeen dat je ziet. Wie zag dat? Eerst dat ik u vraag is gewoon, u mag hier blijven staan, maar ik vraag gewoon om ermee te stoppen. Dat is niet wat voor Als wij ongewild, zonder journalist. Ja, maar wacht, als wij op tv komen, op sociale media, zonder toestemming, dan gaan we wel een procesverbaal tegen. Ja, dat is heel duidelijk. Ik ben een journalist. Nee, maar dat mag je niet. Je mag niet zomaar filmen. Tuurlijk. Je mag ons filmen, maar je mag dat niet publiceren zonder mijn toestemming. Ja, is goed. Ik geef jou geen toestemming. Dat heel duidelijk mag, gezegd. Dat mag, ja. En waarom ben je... En mijn collega's ook niet. Ben je ergens bang voor? Nee, helemaal niet. Anders zou ik mijn naam toch niet geven. Ja, daarom. Mijn eerste idee.
Zeg, waar gaan we hier nu blijven staan? Ja, ik weet niet, maar je collega's zijn dat misschien wel. Ah, ik heb het niet. Nee, ik ben hier. Oh, we gaan je gewoon wegsturen. Ja, maar dat is met de top aan de. المهم يا يثما انا غداني تا الساعه 13 ناناش قراو مرسناح ناناش سيدي قراو مرسناح ناناش غاش غاش مرسناح ها مخ 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 يا اف ماين سبله En onze andere... Ja, ik ga die zo dadelijk doorlaten. Ik mag al instappen. Ja, stap in, kom. Ja, maar die vriend, wij waren met z'n drieën. Maar stap jij al in, ik ga die halen. Ja, ga je die halen. Je, haal die dan. Dankjewel, meneer de agent. Ja, dankjewel. Latif. Ja. Alhamdulillah, het is die Europa. Ja, maar ik snap dit niet. Wat wil je hier allemaal mee brengen? Ja, wij waren net aangevallen door Marokkanen. En ik moet mijzelf beschermen. In de Kerkstraat. Ja. Nee, daarna. Toen... Ja, als het toch nog weet, kan je... Later. Heb je daar klacht voor ingediend bij de politie? Ik heb daar geen klacht in gediend. Ja, dan moet je klacht indienen. Als dat alles vast... Als iemand jou aanvalt... Ik ben een journalist, Latif. En ik ga hier werk van maken. In de manier die jij mij hebt aangehouden... Dat is geen manier, Latif. Oké, stap maar in. We gaan er nu bij enige. Ja. Nee, ja. Kijk, ondanks dat, ik heb respect voor u. Ja. Ik heb respect voor iedereen. Maar als mensen bellen en die zeggen, er is een mes, dan moeten wij komen. Karim, dat weet je ook. Dat begrijp je ook. Hè? Ik begrijp maar, Latif. Ja. Het is een aardappelmes, man. Het is geen wapen. Maar een mes is kom een mes, op, man. Een mes is een mes. Nee, dat was een mes van 15 cent. Hè? Dat is weer een kleintje. Ja. En waarom, en dat mag je houden? Wat doet dat hier? Mag je houden? Nee, dat mag niet. Ja. Dat ben je mis. Ja. Ja. Dat probeer ik jou uit te leggen. Dat ben ik zo wet zeggen, dat is niet mogelijk. Allee, stap in, Karim. Ja. En onze vriend, komt hij? Parkeer u iets verder. En dan, nee, ik durf niet te verder te parkeren. Want wij waren net aangevallen. Net. Ja. Als je daar komt staan, dan ga ik daar wel parkeren. Omdat ik een activist ben. Ik ben tegen het Marokkaanse regime. Ja. Snap je? Ik ben republikein. Okay. We hebben jongens die vastzitten al 8 jaar. Ja. Naast Serge Zafir. Kijk, als je wilt betogen, hè, volgende keer. Ja. Ik weet niet of dat vandaag was aangenomen, want ik ben daar niet van op was bij Kerkstraat. Maar je kan daar een aanvraag voor indienen. Nee, we hebben dat al gedaan. Het was klaar. Voor vandaag dan? Voor vandaag, bij Kerkstraat. Je kan gewoon jouw collega's vragen. Ja. En we waren aangevallen. Snap je? Probeer het al meer. En mensen hebben ons gevolgd. Meneer, ik heb je uitleggen. Dus we hebben nog eens gebeld met onze officier. Ja. U wilt niet verhoord worden nu, hè? Dus een verklaring. U wilt uw verklaring... Jij mag erin zetten wat dat u wilt. Hè? Als u zegt dat u stuur maar heeft... later, dan kom ik naar het bureau. Ja, maar dan moet u even een antwoordformulier invullen. Dat heeft geen zin... Nee, wat meer? U moet dat invullen voor ons. Ja, maar nu? Ja, u vult dat papiertje nu in. Ja. En dan later krijg je een uitnodiging. Maar ja, gaan we dat niet doen aan het bureau zelf? Dat we hier niet blijven staan, dat ze ons even volgen of zo? Ja, dat is wel. Hier achter de hoek, hè? Ha? On kim da wa kakushak die live. Volgens mijn collega's, kom met de auto. Dat is heel snel gedaan. Nee, met je auto, met je auto. Met de auto? Maar ik ga niet zonder hem weg, sorry. En dan wachten we hier, hè? Kom dan. Ja, maar ga dat dan even zeggen, hè? Wacht. Rajesh kda, Rajesh. Zeg jij die eerst wel eens van de kant? Ha? Nee, dat is niet de kant. Dus wat was je vertellen? Heb je een betoging gedaan? We hebben betoging op Kerkstraat. Ja? Later is het een beetje gescaleerd. En waarom? Dat moet je tegen mensen die Aish al-Malik zeggen, vriend. Ik zeg geen Aish al-Malik. Snap je? Is mijn hart. Dat moet je tegen mensen die Aish al-Malik zeggen, vriend. Ik zeg geen Aish al-Malik. Snap je?